Het staat niet aan, baby, jongen. En u hoort het, de motoren worden gestart en de motorrijders maken zich klaar voor een tocht van ongeveer 110 kilometer door onze mooie provincie. Er zijn natuurlijk hele mooie exemplaren bij. En heel veel motorrijders waren misschien wel ouder als hun motor. Op zijn minst even oud. En het publiek genoot van al dit prachtige motorgeweld. En vergeet één ding niet. 1 juni is er een motorspektakel in het centrum. En ook dat is de moeite waard. En de motorrijders worden verdeeld in 3 groepen, want anders wordt de lengte te groot en wordt het een obstakel voor het overige verkeer. En natuurlijk is er de vrijmarkt. En het weer was natuurlijk niet uitzonderlijk mooi, maar toch was er heel veel publiek op de vrijmarkt afgekomen. De tweede groep motoren zich al aan. De publieke belangstelling valt niet tegen. Veendam, het bruisend hart van Oost-Groningen. En er werden heel veel koopjes gedaan in het centrum.
en zo af en toe liet het zonnetje zich nog eventjes zien. En ook Mulders motoren was paraat voor eventuele pechgevallen. En het was een komen en gaan van op koopjes belustige mensen. Tot zover onze reportage over Koninginnedag in